Nou, daar zijn we dan weer met de zoveelste Soundmix Show, waarin we weer hele goede kandidaten hebben. Naast mij alweer de eerste kandidaat, wat gaat het hard, hè? Hij is visverkoper op de Albert Kuip. Luister maar hoe schor zijn keel is. Hij staat bekend als Ome Huip, maar hij zingt als Manke Nelis. Oh, wat had je mooie benen, van bovenaf tot aan je schenen. En ik droomde al van wilde nachten, maar ik wist niet wat me stond te wachten. Je had een stem als een sirene en wel 20 hamertenen. Dus trek je jas, je hoed, je schoenen en je pruik maar snel weer aan. Benen, ik nam toen snel de benen, het vuur lag aan mijn schenen. Ze ging tekeer als een orkaan. Nou, naar zo'n succes hoop ik wel dat je met beide benen op de grond blijft staan. Oké. Tweede kandidaat alweer. Ik zei het, het gaat hard. Hij heeft een kippenfokkerij. Hij houdt van drop en krakelingen. Maar het meeste van een ei. Dus gaat hij hier als Jantje Koopman zingen. Roosje op trouwdag, daar doe ik niet aan mee. Ik zou die dag liever vergeten. Want je hebt me belazerd wel 40 jaar lang. Dus zou ik het liever vergeten. Maar dit is de dag, de familie wil feest. Op ons samen zijn zoveel jaren. Dus geef ik je rozen, al was je een beest. En kreeg ik van jouw grijze haren. Plastic rozen, door mij gekozen. Want jij was een treiteraar. Plastic rozen, door mij gekozen. Ik stap op, bekijk het maar. Nou, dat was wel even dat je zegt van, tjonge jongen. Oké, derde en tevens laatste kandidaat, kijk hem staan. Hij is over en heet Pieter, drinkt liters whisky on the rocks. Ook al is hij als een gieter, hij zingt precies als Gerard Cox. De vent heeft in zijn leven toch al heel wat meegemaakt. Daar word je niet veel mooier van gerimpeld en gekraakt. Maar wie er nu mocht denken, lijkt wel op een vuilnishoop. Wacht nog even, breng je kop niet naar de sloop. Want met een beetje goed geluk krijg je een gloednieuw uiterlijk. Want met zo'n lekkere, strakke, ronde kop na een facelift, heus dan blijven ze weer even voor je staan. Met zo'n lekkere, strakke, ronde kop na een facelift rennen alle meiden weer achter jou. Ja, Henny, ik zou graag iets willen zeggen tegen de hele groep. En dat is vooral doorgaan. Oké.